Wethouder Armand van der Laar geeft op donderdag 23 januari het start zijn voor de publiekscampagne Rijswijk Schoon. Het college vindt heel erg belangrijk dat Rijswijk schoon is. Daarom hebben we vorig jaar ook het actieplan Rijswijk Schoon vastgesteld. En dat gaat helemaal over zwerfafval. Mensen vinden het heel vervelend en het is ook vervelend dat er heel veel bijplaatsingen zijn bij afvalbakken. Dat mensen zomaar hun afval op straat gooien en dat moeten we echt stoppen. En het is nodig blijkbaar om daar iedere keer een bewustwordingscampagne voor op te zetten. En dat hebben we vandaag gestart. Nou, de campagne heet De Helden van Rijswijk en iedereen die zijn afval opruimt, dat is eigenlijk normaal, maar we beschouwen dat zeker als helden. En zeker de mensen die de stad actief schoonhouden, meer dan hun eigen afval. En zo heb je Platform Groen en je hebt allemaal vrijwilligers en je buurtpreventie die kijken of Rijswijk schoon is. Hoe voelt het nou om zo'n held te zijn? Nou ja, het wordt op een gegeven moment wordt er gevraagd van, joh, wil je dat doen? En ik denk, nou ja, ik heb nu nog de leeftijd en laat ik het maar doen. Dus ga je nog beter leren kennen in Rijswijk. Dat is wel waar natuurlijk. Ik rij al zo'n jaar of bijna 30 jaar in het rond. Dus nou, dan weten ze wel hoe of wat. Vandaag zijn we hier op de werf. Dat is de werkplaats van de vegers die op de wagen zitten en de handhavers. En dat ook zijn onze helden. Omdat die ongemerkt vaak ook gedurende de hele dag het afval opruimen wat anderen achterlaten. En ik vind dat we dat heel erg moeten waarderen. En dat gaan we de komende maanden uitdragen. Komt het volgens u dat er zoveel zwerfvuil ligt? Eigenlijk door de mensen die niet nadenken. Rijswijk is schoner dan Den Haag en de omliggende gemeenten. Maar de mensen denken niet na. De fastfoodketens, de mensen halen lekker eten bij de fastfoodketens en denken niet na. Oh, gooi me buiten mijn raam. Er staat een vuilniszak bij de ondergrondse. De mensen denken, oh, hij is vol, ik zet hem daarnaast. Kijk eerst even of die leeg is voordat je hem daarnaast zet. Of neem hem mee naar huis. Want dan krijg je minder zwerfvuil. En minder rommel in Rijswijk.